Als ik het lees, het stuk, dan weet ik altijd of ik er direct bij de eerste lezing, of ik er affiniteit mee heb. Als ik er geen affiniteit mee heb, kan er onmogelijk iets gebeuren. Ja. Dan moet ik het van buitenaf gaan halen, dan wordt het imiteren ja. van iets. En toneelspelen is een gebied, en gebied van verbeelding. En het is natuurlijk prettiger als je die verbeelding ergens in je hebt liggen sluimeren. Uh-huh. En dan krijg je het stuk. Dat krijg je van de auteur, omdat je zelf geen auteur bent waarschijnlijk. En dat is de aanleiding tot het proces van op zoek gaan naar de onbekende landschappen die ergens in je liggen. En door die toevalligheid en langs je vak om, omdat ik dit vak nu toevallig doe, dan naar het oppervlak kunnen komen. Zo zijn er miljoenen andere verbeeldingen die nooit aan bod zullen komen. Oh, ja. Je wordt het moment. Je praat er heel lyrisch over. Ik kan net zo goed heel nuchter zijn. Ja, maar het idiote vind ik dan dat je ongeveer het toneel opgeslagen moet worden. Want je houdt eigenlijk helemaal niet van om voor een publiek te moeten spelen. Terwijl wat je nu net beschrijft, dat komt op mij over als iets heel prachtigs. Dat je dat zelf... Het is ook prachtig. Het moment is prachtig en als je dat... Ja, het is nog prachtiger omdat het niets is. Eigenlijk bestaat het uit, als je niets... En waar ik mee zat altijd, dat was dat publiek eigenlijk. Omdat ik vind, mijn verbeelding is zeer privé. Ja. He? Dus privé toestand, die wil ik maar delen met mijn geliefden of vrienden. Ja. Nu kan een groot publiek, of al zijn ze met zes, dat zou al toevallig zijn dat zes geliefden zouden worden, kunnen worden. Ja. Dus, maar misschien is dat mogelijk. En dat heeft me mee verzoend. Als ik dus theater doe of iets live, dat er misschien een mogelijkheid in zit dat er een nieuwe liefdesrelatie is, die nooit uitgesproken. Ah. Je begrijpt wel, in dat moment. Ja, snap dat ik. Bedoel ik. Ja. Ja, ik vind het... En dat ik het niet dikwijls doe, is omdat ik eigenlijk... Theater is, of mijn vak, is een deel in mijn leven. En daartussen moet er ruimte zijn om andere dingen, voor een massa andere dingen. En het mag geen gewoonte worden. Als je te veel doet, wordt het gewoonte. En gewoonte vind ik dodelijk. Ik vind dat dodelijk. Mm-hmm. Dood vind ik dat. Gewoonte. Je gaat ook niet zo vaak naar theater, hè? Ik ga niet naar theater. Ik zie dat niet zo graag. Ten eerste, ik kan niet in de illusie komen. Ja. Hè? En... niet zo makkelijk. Ik zie de technische kant er te veel aan. Hoe iemand mij zover probeert te krijgen. Hè? Ja. En dan, ja, dan mis je dus eigenlijk het doel ervan. Want het doel ervan is toch samen vertoeven in een verbeelding. Je hebt heel veel les gegeven. Je geeft nog steeds lessen. Heel veel niet, hè. Oh. Ik doe niks heel veel. Onder andere geef ik les. Ja. Ja. En lukt het je om die essentie van wat theater is voor jou, om dat over te dragen? Dat denk ik soms wel. Ja. Dat lukt soms, ja. Maar meer door het te laten zien dan door het te zeggen, of? Woorden, ik ben niet taalvaardig, dat heb ik je gezegd. Ja, dat zei je. Maar dat is niet zo erg. Het is makkelijker als je dat wel bent. Maar het gaat toch eigenlijk niet om de woorden. Het gaat om de pauzes. Om de neerslag ervan. Om de
Ja, het geheim dat je openbaart. Nou, hoe doe je dat? Ik weet het niet. De rol die het theater in je leven heeft gespeeld, is in de loop van de jaren veranderd, heeft een ontwikkeling doorgemaakt. Ja. In welke opzichten is het voor je veranderd? Ik heb altijd gevoeld dat ik zou toneel spelen, als beroep. Dat ik dat zou gaan doen, dat wilde ik doen. Wat wilde ik dus doen? Ik dacht, als kind ga je dus spelen zoals iedereen. Je gaat, wanneer dat begint en hoe, dat zal allemaal wetenschappelijk in boeken staan. Maar ik zie dat kinderen theater spelen. Ja. Ze vermommen zich. Waarom doen ze dat? Dan denk ik even, misschien om een veiligheidsmarge te stellen. Om alles te mogen doen wat ze graag doen. He? Ze rollen over de grond, bloot, ze knorren. Ze zeggen, ik ben een varken en dan is het in orde. Als ze dat niet zeggen, dan denken de ouders dat ze dus een ongezond kindje hebben. Mm-hmm. Nee, dan gaan ze er wat aan doen. Mm-hmm. Dus als je maar zegt dat je het speelt en dat je het niet bent, dan mag je alles doen. Als je maar, ja, dat vind ik enorm eigenlijk. Ja. Dus, en ik ben dat blijven doen. Ik had daar waarschijnlijk nood aan om van alles te mogen doen. En op een keertje ga je dat dan bewust doen. Een kind doet dat onbewust. Maar op een keertje ga je dat bewust doen en dan wordt dat vak. Dat is, ja, zo is dat bij mij gegaan. Ja. En dan heb ik altijd enorm veel succes gehad. Kijk je er treurig bij. Ja. Goed, oké. Dus ik heb, het is mij overkomen. Ja. Dus ik zat met soep in mijn ogen. Door dat succes natuurlijk, hè, zag ik niet meer goed hoe dat allemaal in elkaar zat. He, want succes is natuurlijk onnozel. In het moment is het aangenaam. Ja. Maar het heeft verder geen belang. Geen belang of geen waar. Dus ik zat er middenin, dus ik dacht wel fout. Want ik kon niet denken, want ik werd over... Mijn oren zaten potdicht toe in mijn ogen ook. En ik deed dat allemaal. En dan ga je, door afstand te nemen. Hmm. Daardoor, door afstand te nemen. Zoals een schilder afstand neemt van zijn schilderij, om te zien hoe dat het eruit ziet. Maar als hij daar vlak op zit, dan ziet al die verf zo overal. Hmm. Nee. En ik denk dat het vroeger makkelijker was dan nu spelen. Het had een zekere vorm. Hmm. En nu is het een gebeuren, wat het ook moet zijn. Dus dat voorgekoude, dat is weg. Ik vind wel dat toneel op weg is veel meer naar het gebied van de maker dan het gebied van de toneelspeler. De toneelspeler wordt volgens mij meer een goed instrument. Mm. En je kan maar goede dingen maken met goede instrumenten. Maar de maker komt meer op het voorplan. Het is wat hij wil uitdrukken. Dat denk ik. Hmm. Wat je samen wil uitdrukken, dat is al geweest. Dat zijn die, dat werktheaters en zo, hè, samen. Ja. Maar nu moeten er genieën moeten dat voorstaan en maken. En het wordt, en daar wordt die acteur een fragment in. Een vlekje in het schilderij. Iets over de andere dingen die jou net zo fascineren. Alles. Dat's... Net zo? Kan niet natuurlijk, hè. Alles fascineert mij op een andere manier. Is een ander gebied. Een ander detail. En het liefst, meest voel ik mij thuis in het niet grijpbaar. In het ondefinieerbare, in klimaten van zijn. Knap, hè? Moet ik dat nu uitdrukken? als je zegt... Je kan het niet uitdrukken natuurlijk, nee, natuurlijk als je niet, maar houdt van het ondefinieerbare. Opsluiten kan niemand mij. Ik ben...
mezelf, ik ben baas over mijn moment. Wat is het nou? Ben je, dus afgezien van het feit dat je het leuk vindt een aantal andere dingen dan toneel, maar heb je geen ambitie? Ben je misschien lui? Ik ben denk ik lui. Ik vind luiheid een super toestand. Dan komen er dingen naar boven die van de grote waarden komen dan aan het oppervlak. Maar als je natuurlijk als een sneltrein door alles heen holt, ja, dan doe je zoveel stationnetjes aan, maar ja. Je moet tijd nemen. Tijd. We verknoeien denk ik ons halve leven of ons hele leven, omdat we geen tijd nemen. Mm-hmm. Je moet de mogelijkheid scheppen dat er iets met je gebeurt. Iets met je gebeurt. En dat is niet door te rollen veel te doen. Veel doen, dat is tijdverlies. Mm-hmm. Maar ik zou het toch heel prettig blijven vinden als je van tijd tot tijd... Voor mij, hè, want misschien spreekt iedereen dat tegen en is dat ook niet zo. Maar voor mij is dat, ik ervaar het zo, dat al dat doen, dat is niks doen. Dan beleef je niks. Ja, maar ik heb dus het idee van, als het zo is, en voor jou voor is mij het zo... Is het zo. Dan zou ik het heel prettig vinden om van tijd tot tijd daarvan op de hoogte gesteld te worden. Om te zien wat dat jou oplevert. Namelijk bijvoorbeeld dat je op een goddelijke manier toneel kan spelen. Vanuit zo'n instelling die jij hebt. Maar dan zeg je van, ja luister, ik heb het nu weer na 13 jaar een rol gespeeld. Bekijk het nu verder maar. Ja, ja. Dus ik zou dan wel graag de kans krijgen om de luiheid of de sublieme van luiheid te mogen beleven. Ja. Oh, Jurgen. Volgens mij ben je een beetje gek. Maar ik hou wel verschrikkelijk veel van je. Ik dacht van gekken. Ja, ik ook van jou. Mm-hmm. Nu. Ja. Heb je plannen? Nee. Maak je nooit plannen? Nee. Ik heb gezien dat van de plannen die ik maakte, niks is uitgekomen. Niets. Maar dat betekent dus, als je in de toekomst weer wat doet, op toneel of film of welk terrein dan ook, dan zijn er eigenlijk weer anderen geweest die jou... Die het mes op de keel zetten, ja. ...overgehaald hebben om dat te doen. Ja. Ik doe niets of het... alleen met het mes op de keel. Als ik er niet onderuit kan. Ik probeer onder alles uit te komen. Ook nu, hè. In eerste instantie wil ik dit niet, dit gesprek. Maar... Dan gebeurt het toch. En dan vind ik het... Ik vind het heel fijn. Maar als het er niet was, zou ik niets missen. Ja, dan zou ik misschien iets missen. Zou ik dan iets missen? Ja, dan zou ik dit moment anders doormaken. Mm-hmm. En ik vind dit nu wel leuk. Voor mij althans. Zullen we dan, om het niet kapot te maken, ermee ophouden? Dat is prima. Ja?